momento de más tushi a venoci. Nu is het allerheerlijkste moment van vanavond aangebroken. Pasombra wornos tabai come forje panku señor ta manda directamente for di cielo para. Want nu gaan we eten van het brood die God rechtstreeks vanuit de hemel stuurt. Nos que invita nos roman Steven Cristina. We willen onze broeder Steven Cristina uitnodigen. Papa Sadilanti. Om naar voren te komen. Yesina comparti e pan di vida con nos. Zodat hij met ons het brood des levens kan delen. Gezegende avond. Benishom pa unitur. Een zegen voor ieder. Sinatako avenoci nostra bai junto de palabra di Dios. Vanavond gaan we samen het woord van God. Pandinos vindo goza di e campagna aqui. Hoeveel van ons komt hier en geniet van de campagne? Sawaru yena fortalece. We worden gevuld en versterkt. Oké, zei de bom. En dat is goed. De un tempo meneer Saki. In een tijd zoals deze. Nos timester eigenlijk die e palabra di Dios. Hebben wij het woord van God nodig? Uso teten os fortaleza, teten os speranza. Hij is onze hoop en hij is onze kracht. I de tempo di necessidad. En een tijd van nood. De palabra di Dios so por llenar. Het woord van God kan alleen u kan ons vullen. Pensemos bij de palabra di Dios. Daarom gaan we vanavond het woord van God. Laten wij bidden. Tare di amor, ave noci. Liefdevolle Vader vanavond. Nostra bole bai di mo palabras. Gaan wij wederom in uw woord. Signor, we conosce il corazon di cada gente presente qui in anotat. U kent de harten van de aanwezigen. Ies nangut online. En zij die online zijn. Beseo tare di amor, mi kepa avo, tu ma control completamente di nos. Daarom wil ik dat u de volledige controle overneemt van ons. Pasina tu lo che mi papi, ta solamente lo che avo manda. Zodat wat ik spreek van u gestuurd is. We zijn papi gunoso venoci. Daarom spreek met ons vanavond. Ik wil Spiritus Santo guia. Dat uw Heilige Geest zal leiden. Come porto basci di mi mes. Dat ik leeg van mezelf mag zijn. Ma jenku. Maar vol van u. Dank je, Tata. Dank u wel, Vader. Nostra pidi. Dit vragen wij. De naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Tremendo. Che titolo di tema ta venoci? Wat is de titel van het thema vanavond? Amitende Romanum bisa. Che titolo ta? Ik wil het horen van broers en zusters. Wat is de titel? Wanneer brandt uw lichaam bereikt, haast u om het water op te zoeken. Oké, sombre finta nos dilanti. Want het einde is in ons zicht. Oké, okay, ieri nostro cuore, nostro margine si tocca e parte di Noè, nostro cuore? Gisteravond heeft broeder Genis het over Noah gehad. I promegge sei nostro man papu attrese e parte di arca di alianza. Daarvoor heeft papu het verzoendeksel behandeld. E la bisa hasi kiko guvoke per no kita of mishi ketapa. Hij zei, doe alles wat u wilt, maar raak het verzoendeksel niet aan. En we hebben gezien wat het vertegenwoordigt. Wat vertegenwoordigt het ook alweer? Christus Jezus. Jezus Christus. Correcto. Assinata ieri nostra diliore cui parte di Noè. Zo is het dat we gisteren het gedeelte van Noach hebben behandeld. Ja, we nostra bij drenta di parte e poi nos bim back na elavamano. We gaan weer in het gedeelte en dan komen we terug bij de wasvat. Dus, avenoci nostro bevo a chi con Bijbel te signanos. We gaan kijken wat de Bijbel ons leert vanavond.
Het zegt ons in het boek van Lucas, hoofdstuk 17. U mag het in uw eigen vertaling lezen. Versículo 26. En vers 26. Het is in ons meskos. In meskos hoe associëren in kwadieren. En gelijk het geschieden in welke dagen? De dienen die Noé assine lotat aan bij dingen dienen die Joden. In de dagen van Noach, zo zal het ook zijn de dagen van de zoon des mensen. Dus look at yours to be sandenos. Wat God eigenlijk aan het vertellen is. Orbo mira algo parecido of algo mescos con dingen tempo aan die Noé. Als je iets ziet wat gelijkwaardig is of hetzelfde is als in de tijd van Noach. Sabico e Judi hende te cerca. Weet dat de zoon des mensen dichtbij is. I esma se de bisavo tambe. Het zegt ook. Het zegt ook gelijk het geschieden in de dagen van Lot. Van Lot. Dus door signaal Dios te doen aan ons. Dus God geeft ons twee signalen. Dien aan die Noé. De dagen van Noach. Itam be dien aan die qua. En welke dagen ook alweer? Dien aan die Lot. De dagen van Lot. Men die nos ornos miracles nan aki. Dus als we deze dingen zien. Nosa. Dan weten we hoe laat het is. De boek in Ecclesiastes, kapitel 1, versículo 9. En het boek Prediker, hoofdstuk 1, vers 9. Salomon de poneje formaki. Zegt Salomon op deze wijze. Loketa bata. Wat was. Ta loketa. Is nog steeds. Y lo que lo guardo si. En wat zal geschieden. Ta lo que lo guardo si. Was al gebeurd. Asina noti nada nuovo bodi solo. Zo is er niks nieuws onder de zon. Acaso tem algo que rende por vice dije? Is er iets waarvan men zegt? Camille visa mira, es aqui de novo. En het zegt, zie hier, no, dat no, is nieuw. Es aqui a exis cava pasiglo nan que tava de promego nos. De tekst zegt verder, het was er al in verre tijden die voor ons waren. Que men de outra palavra. Met andere woorden. E karakter die ende. De karakter van de mens. Guiado inimigo. Geleid door de vijand. Também chega no mesmo nível e back. Komt weer terug tot hetzelfde niveau. Que vem inimigo lo trata e behende e mesmo caminho que ele vê antediluviano. De vijand zal hetzelfde doen met de anti-zonvloed mensen en ook met ons. Camina rende su pensamento estava continuamente kiko. De denkwijze van de mens was continu wat? Maldad só. Alleen maar slecht. God geest heeft gestrijd met de mens. De mens is op een niveau gekomen dat de mens niet meer verandert. Omdat ze de Heilige Geest hebben afgewezen. Als je de Heilige Geest afwijst. Wie nog meer kan u veranderen? Dus de Espíritu Santo de Sunco de Ibanos naar convertimento, repentimento. De Heilige Geest brengt ons tot berouw en bekering. Dat we zeggen bij willen we zeggen ons no hasi Espíritu de Dios triste. Daarom zegt de Bijbel bedroef de Heilige Geest niet. Meneer de Bonnecki dan. Zoals het hier gezegd wordt. E carácter di maioria colomestra cambia de imagine di Dios. De karakter van de meerderheid die veranderd moest worden in het beeld van het kind van de zoon des mens. Na no cambia. Is niet veranderd. Dios despierta dan. God heeft hun gewaarschuwd. A través di Noé. Door middel van Noach. E la predica e justicia di Dios. Hij heeft gerechtigheid gepredikt van God. E la predica e lei di Dios. Hij heeft de wet van God gepredikt. Pa hende repenti. Dat de mens berouw zou tonen en zou bekeren. In vano aquí. Maar te vergeefs was deze bedoeling. Want de mens is hetzelfde gebleven. Want ze dachten niks gaat gebeuren. Want het had nooit geregend. Genesis zegt dat er een damp vanuit de aarde naar boven kwam. Het kwam nooit van bovenaf. Wetenschappelijk gezien was het onmogelijk. Laat me het vandaag op deze wijze vertellen. Wetenschappelijk gezien is het onmogelijk dat iemand op de wolk des hemels zal komen. We hebben NASA gezien, een raket. Ze maken foto's en dergelijke. Maar dit zal wel werkelijkheid zijn. En de Bijbel zegt, alle ogen zullen hem zien. Zelfs zij die hem hebben vertrapt. Okay.
Wacko, Genesis 6:3. Genesis hoofdstuk 6 vers 3. Et habisa Signora bisa mi spirito lono lucha cuhende pa semper. En de Heer zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Paso di verdata carni età. Want hij is vlees. Sin embargo su di en al 120 anni. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Que men mientras Noé te predica. Dus naarmate Noach predikt. Dios tiene oportunidad. God heeft de kans open. Mientras que campaña de tu maloga. Naarmate de campagne plaatsvindt. Dios tiene oportunidad de abrir. Heeft God de kans nog steeds open voor u. Pero. Maar. Het avisa de versículo 6. Het zegt in vers 6. In dado momento Dios avisa Kiko. En op een gegeven moment zegt God wat? Aduel Señor. Het berouwde de Heere. Que la trajende ribatera. Dat hij de mens op aarde gemaakt had. Y estaba de triste en su corazón. En het smartte hem in zijn hart. ¿Lo imaginaba hoy? Kunt u zich voorstellen? Un Dios amoroso. Een liefdevolle God. Et estima gente sin tanto. Hij heeft de mens zo lief. Y es más, el saco de un futuro lo tiene que entregar su yo. En hij weet, in de toekomst moet hij zijn kind gaan overleveren. Pero estaba de triste. Maar hij was verdrietig. De bina e condition di gente. Door de toestand van de mens. O gente no que tende más de Dios. De mens wou niet meer van God horen. Y gente que hace su propia voluntad. De mens wil zijn eigen wil uitvoeren. Pero wacko. Maar kijk nu. E saki arriva na algo sumamente vervelo. Dit heeft naar iets heel vervelends geleid. Per sommer in dado momento Dios che tende a si. En op een gegeven moment, wat moest God doen? Hij moest de poort van de ark sluiten. Denkt u niet dat het hem smartte dat hij de deur moest sluiten? Hetzelfde zoals hij Noach lief had. Had hij zij die daar buiten waren ook lief. Maar het is dat zij de wil van God niet wilden uitvoeren. Zij wilden niet binnengaan. De deur was wijd open. En de Bijbel zegt. Adrienta manera Dios a ordine. Il Signor ha sicico a sera e porta su tras. Ora, pregunta se Dio a sera e porta e. De vraag is nu, als God de deur had gesloten, gente por abier, kan de mens de deur openen? Samson den su forza por abier. Samson met al zijn kracht kon hij het openen. Nuenden por abier. Niemand kan het openen. Que men di ora Dio sere. Dus wanneer God de deur sluit, sabe que nu hende por abier. Weet dat niemand het kan openen. Pero waque de visiginan. Kijk wat het hier zegt. E porta assina grandi. De zo grote deur. Yo vis assina pisa. Je kan beter zeggen een zware deur. De boek die patriarchen en profeten de visie pagina 98 paragraaf 2. En patriarchen en profeten. Het is een slow que men die tava de sera poco poco. Het ging langzaam dicht. Door die manen invisibel. Door onzichtbare handen. We zorgen voor deze party aquí. Dus als je dit gedeelte leest. Wat de mira, als Señor no a ni siquiera dale sere lie. Kan je lezen dat God het niet in één klap dicht heeft gedaan? Poco poco Dios estaba de sere. Beetje bij beetje, heel langzaam, deed God het dicht. Paso lo he pensa que abo por el cielo adrienta. Hij dacht aan u dat u waarschijnlijk binnen zou gaan. Quizás dinge tiki tempo algún gente más lo corre adrienta. Misschien in dat klein beetje tijd iemand zou naar binnen kunnen gaan. Dios aguanta y aguanta. En God wachtte en wachtte. Te ore que waxi un gente más. Hij keek aan totdat nog één iemand. Het is in mijn kwart arriva Revelación capítulo 7. Het doet me denken aan Openbaring hoofdstuk 7. Camina Bijbel de Bisanos. Waar de Bijbel ons zegt. Camina Dios lo los e cuatro viento nan. Waar de winden los worden gemaakt. Pero in versículo 2. Maar in vers 2. Het avisa mi a mirar un otro ángel de subi fuori di cammina solo de sali. Y estaba en el sello de Dios vivo. Y él grita una voz alta en el cuatro ángel en el que en el aguardo permití pacífico daño en el tierra y en el amán. Visando no hace daño en el tierra ni el amán ni en el palo en te ora no hace psíquico. Caba de sella, ok, es servidor de Dios en la enfrenta. ¿Amire?
Dios in dat moment dice engelen wanturato. Dus God zegt even tegen de engelen, wacht even. Zo ainda e misericordia te. Want de genade is nog steeds aanwezig. Die hende colossalba net in ultimo momento. Er zullen mensen net op het nippertje gered worden. Per porta da serandosi. Maar de deur gaat beetje bij beetje dicht. We say it is in us awe provecha. Mientras que tiempo te permití. Daarom zegt het nuttig de tijd die we nog hebben. Maar de deur gaat dicht. En de Noé akira pading. En Noach bleef binnen. Y es nanco a rechazar en misericordia de Dios. En zij die de genade van God hadden afgewezen, werden buiten afgesloten. De visa es sello de Dios estaba derribe porta. De zegel van God was op de deur van de ark. Dios seré. En God had het dicht gedaan. Y Dios sopa bien. En alleen God kan het openen. Besef de visa un mescos que ora Cristo stop de interceder. En het zegt ook, zoals Christus ophoudt met het bemiddelen voor de schuldigen. Kijk deze nu. Nu wordt het in onze tijd toegepast. Voordat Jezus terugkomt op de wolken des hemels. De deur van genade zal dicht gaan. Laat me het zo zeggen. Zoals Argenis het gisteren heeft uitgelegd. Wanneer de deur dicht gaat. Hoeveel dagen ging er voorbij voordat het begon te regenen? 7 dagen. 7 betekent compleet. Oké. Dus dingen 7 dagen dan Dus in die 7 dagen bleven die mensen gewoon hun normale leven leiden. En zoals had ook in deze tijd geschieden. Ze denken, we zijn gewoon dwaze mensen. Wie zijn die dwaze mensen die online preken? En ook fysiek hier aanwezig. Niks gaat gebeuren. 7 dagen gingen voorbij. Nooit keer die ding. Noach bleef daar binnen. Pero wat de visavo ginan. Kijk wat het nu zegt. E grazie divino lo no wanta mas e maldad. De goddelijke genade zal niet meer weerstaan de slechtheid van de correcto. Mens. Correcto. De bico ora che spirito di Dios retira fuori la terra. Want op het moment dat de Heilige Geest weer teruggetrokken wordt van de aarde. Satanas wil toma full control di esnanco a rece sai grazie di Dios. Zal Satan volledige controle nemen van zij die God hebben afgewezen. In allo tratte di distruire il popolo di Dios. En ze zullen trachten om het volk van God te vernietigen. Pero Noé awardo sera dinge arca. Maar Noach werd binnengesloten in de ark. Het significa manier en mannen waar de bisa esnan justo lo wordo respalda door di Dios. Dat betekent dat Ellen White zegt, de rechtvaardigen zullen afgeschermd worden. Wees niet angstig. Noach werd beschermd. En wij zullen ook beschermd worden. En het zegt verder in Matthäus 25. Salomo zei, er is niks nieuws onder de zon. En dat is dat mientras que nan abai cumbra. Abai pa cumbra, e bride com a yega. E es nango dava da prepara a drinta junto con e na e fiesta di casamento. Anto que a passa, Yorin? En wat gebeurde daar? E porta a wordo sera. De deur werd afgesloten. Que me wat a parse cu ti mas tempo de historia cu porta na a wordo sera. Het lijkt alsof er meer tijd aanwezig is in de geschiedenis. En Salomo zegt, de geschiedenis zal zich blijven herhalen. Tempo di Noe porta wordo sera. In de tijd van Noach ging de deur dicht. Dinge tempo di Lot porta a wordo sera. In de tijd van Lot ging de deur dicht. De tempo aki tambe die virgen an aki. In de tijd van de maagden. Un porta a wordo sera. Ging ook een deur dicht. E la imponeje forma aki. Ik zal het op deze wijze zeggen. In onze tijd. Un porta lo wordo sera. Zal ook een deur dicht gaan. Pero aguanta. Maar wacht even. De parabola aki. In deze gelijkenis. En de nan mira e porta eigenlijk. Hebben zij de deur niet gezien? Was e porta aki. Deze deur. Het was een porta fisico. Was niet een fysieke deur. Het was een algo de tu me logade in cielo. Het nam plaats in de hemel. Daar gaan we eens lezen. We gaan het lezen. Het is als een porta. Het is alleen maar als een porta kinang. Het zegt als de deur hier. Lo no guardo será promeco Jesus bini. Niet wordt gesloten voordat Jezus wederkeert.
Ito bisawa kinanang ormisigi ba yung tiki mabaw pagana tempo. Als ik iets verder ga om de tijd te winnen. Ito bisata evidente ku e porta akita wardo sera promeku e segundo venida di Jesus. Het is overduidelijk dat de deur wordt gesloten voordat de wederkomst van Jezus. Ie no creyente nanta ignorante di esunto aki. En de niet-gelovigen zijn onwetend over deze zaak. Te besore birge nanga kore bin bati ne porta. Daarom, toen de maagden kwamen kloppen op de deur, dachten ze dat God alsnog de deur zou openen. Maar de deur werd gesloten, zoals Noach. Noach bleef binnen in de ark. Zij bleven buiten. Zien u dat? En deze zaak, om het kort uit te leggen, verwijst naar de 2300 dagen. In de eerste is Nanko Adriente Jesus Dingen Loga Santissimo. Zij die met Jezus in het heiligdom zijn binnengegaan. Is Nanko Akira Patras. En zij die achter zijn gebleven. Nawardo Lagad in Scuridad sin Speranza. Ze zijn achtergebleven in duisternis zonder enige hoop. Daarom vandaag. Dios te invitou para você guiar inteira caminho. God nodig u uit om de hele weg met hem te bewandelen. Ao batende ao noite quando porta da waru será. U hoort vandaag de deur wordt gesloten. Wat is er tien esperança para mim? Is er hoop voor mij? Acaso porta será para mim? Is de deur al dicht voor mij? Bom, aqui é noite. Laten we gaan kijken. Et visao me conhecer vos obras. Het zegt, ik ken uw daden. Et visao mira mia pone vos dilanti un porta cu ta abri. Weet, ik heb een deur voor u gezet. Die niemand dicht kan doen. U heeft weinig macht en u heeft mijn woord bewaard en u heeft mij niet verloochend. Het verwijst naar hetzelfde wat we zojuist hebben gelezen. Wat ik wil dat u begrijpt hier. Dios apone un porta abri cada un di nostri dilanti. Dat God ons elk een deur heeft gegeven. Lo so ainda e porta di grazia non sera. Want de genadedeur is nog steeds niet dicht. Però sì e te vai sera. Maar het gaat wel dicht. We siete visavo e venire di Judi e nello tal maniera e te visavo e te bim maniera un ladrone di notte. De komst van de zoon des mensen komt als een dief. Ora come non te spera. Juist wanneer u het niet verwacht. Te pensate vi sao provechai momento ave. Nuttig de tijd vandaag. Que porta ainda te abri. Dat de deur nog geopend is. Dus de otra palabra. Met andere woorden. Jesus te vise nos de Revelación 3:20. Jezus zegt ons in Openbaring hoofdstuk 3 vers 20. Maso va e abre porta. Kijk, hij heeft de deur geopend. Pero e porta a que tu mane coco botame tingo vie. Het lijkt alsof u ook de deur moet openen. Maso het un longe ding dan vie. Want het heeft een slot van binnen. En Jezus zegt, ik sta bij u, de deur van uw hart en ik klop. Alleen als u vanavond het opent. Alleen als u het opent. Dan kan hij binnen bij u komen. Dan kan hij maaltijd met u houden en hij met u. Want Dios que si klaar awe ku eno de sera porta wawo. God heeft al duidelijk gemaakt, hij zal de deur niet sluiten. Ta awe de sunko de sera porta wawo mis. U sluit de eigen deur voor uzelf. Maar mire, que me wa e amor di Dios te evidente de esa aquí. De liefde van God is overduidelijk hierin. Mia pone un dilanti un porta abri. Ik heb een geopend deur aan u gegeven. Que me wa si un hende no acepta Jesus bai perdite quien su falta. Als iemand Jezus Christus niet accepteert en die gaat verloren, wiens schuld is het? Dat valt de Dios. Is het de schuld van God? El abre porta toch? Hij heeft de deur toch geopend? I abre de sungo de disi die wo di bobanda si besluit de abri. Ook vanuit uw eigen kant of u de deur opent. Je henden aan dit tempo e Bijbel de Bisenos Efesius 4:30. De mensen in die tijd, Efesius hoofdstuk 4 vers 30. En de Bisenos Hasi Spiritu Santo di Dios Tristo. Bedroef de Heilige Geest niet. Pa medio di kende bosse da wordu se ja, pa e die di redenzion. Door wie gij verzegeld zijt een dag der verlossing. Oké. Dus awe mi rumanan. Dus broeders en zusters. We zijn op tijd, zodat u het kan begrijpen. Als we de stem van de Heilige Geest afwijzen.
E ora e porta lo servanos. Dan zal de deur voor ons sluiten. Pues prometo Dios se reporta para mí como individualmente. Voordat God de deur sluit voor individueel van ons. Este porta di gracia. Dus de genadedeur. Sempre Dios te biete la gavo sata me como porta de abrir. Hij zal u laten weten dat de deur voor u geopend is. Dus mientras que porta de abrir Espíritu Santo te lucha con nos. Dus terwijl de deur open is, strijdt de Heilige Geest met ons. Pero de quiere que era para siempre que de lucha. Denkt u dat de Heilige Geest voor altijd zal blijven strijden? Kijk wat het zegt. Ainda es misericordioso. Hij is nog steeds genadevol. Para su santo. Voor zijn heilige. Y siempre lo quiere también. En hij zal dat altijd blijven doen. Y Jesús que tu bainos abogado. En Jezus is nog steeds onze advocaat. Y sacerdote. En onze hoge priester. Pero el pecador. Maar de zondaars. Pues quien de Jesús ha reaccionado. Voor degene van wie Jezus zijn handen heeft uitgestrekt om verlossing aan te bieden, lo queda sin abogado. Zullen zonder advocaat zijn. Ora que Jesús pasa bene lugar santísimo. Wanneer Jezus over is gegaan naar het heilige der heiligen. Y cierra la puerta na 1844. En in 1844 de deur heeft gesloten. A trove en mesmo escena lo ripetí. Nogmaals, dezelfde scène zal zich gaan herhalen. Vamos a de Cosmiro van Jurella. Weet u wat, zuster Jurella? Timbe hende te kere ku Dios no que me han lo que dice. Soms wil God wat? Hende te kere ku Dios no que me han lo que dice. Oh, soms denken mensen dat God het niet meent wat hij zegt. Pero la siede en 1844. Maar hij heeft het gedaan in 1844. La siede tempi Lot. Hij heeft het gedaan in de tijd van Lot. La siede tempi Noé. Hij heeft het gedaan in de tijd van Noach. Porta tras di porta a sera. Deur achter deur is gaan sluiten. Als ik een gein neem met mijn verlossing, zal de deur ook voor mij sluiten. De beleidende kerk, die de waarheid heeft afgewezen, is ook afgewezen. En is enorm verblind. In de tijd van Lot. Ook hadden engelen de mensen verblind. En toen was de deur ook gesloten, nietwaar? Dus we zien ook in de tijd van Lot ging ook een deur dicht. En hetzelfde zal zich gaan herhalen. Ik ga iets overslaan en ik ga verder. Het is zo dat God te placeren de morte je malvado. We lezen okay. Ezechiël 18, vers 23. Of kijk eens, iemand bien. Wat wil God doen? Ik wil de hende bieren voor die caminda die maldad en viva. Hij wil dat mensen afkeer van de weg en wil dat Salvador. De mens leeft. Dat is onze verlosser. En toen weten we ons back nog een dag in ons. En waar brengt het ons vanavond? Zo karabon. Ora candela que bocurpa. Kijk wat ik wil zien. Wanneer de brand uw lichaam treft, wat moet u doen? U moet zich haasten om het water op te zoeken. Waarom? Want het einde is in onze zicht. Dus we eindigen niet zonder om bij het altaar te komen. Wij moeten naar het wasvat. Wat vertegenwoordigt het wasvat vandaag? Wak, manera Jesus kana. Het is al in 1 Johannes 2:6. In 1 Johannes 2:6, zoals Jezus heeft gewandeld. Et visavo esun guta permanece of guta biscuta permanece denje. Zij die in hem verblijven. Mister Cana tambe mescosco e la Cana. Moeten ook wandelen zoals hij gewandeld heeft. Assim de visavo den prome Juan 2:6. Zo zegt het in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 6. Of esun guta biscuta stime mister Cana mescosco e la Cana. Wie zegt dat hij hem lief heeft, moet ook zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Correct. Dus de bisenos e camina di Dio sta non da trove. De weg van God is waar? Ding e santuario. In het heiligdom. Jezus de e camina verdad i. De Jezus is de waarheid en de weg en leven. En het leven. Oké. Dus ora nos to wak e saki mi romana ve noci. Dus als we hier naar kijken vanavond. Verbo pensa cubo che drinta di cura. Verbo pensa riva salvation. Vanaf het moment dat u denkt om het voor of binnen te gaan en dat u denkt aan de verlossing. Ibo che wordo reconciliaco Dios. En u wilt verzoend worden met God. Bo mester llega para ne altar. Dan moet u naar het altaar. E altar camina e candela te waro pega.
Het altaar waar het vuur wordt aangestoken. Y después que hubo acaba en an, en nadat u daar bent geëindigd, dan kunt u verder gaan. Que para en an. Sommige mensen willen daar niet staan. Você candela eita representa prueba también. Vuur betekent ook beproeving. Dus die kon oren we afzetten, Christus, wat doen ze pensen, kijk om je collega een andere bouw te wezen. Want wanneer je Christus aanvaardt, denk je, wat zullen mijn collega's denken? Ah, kijk om je familie lo wezen. Wat zullen mijn familieleden zeggen? Zie je kassaan naar binnen komen, of je vrienden naar binnen komen? Als je vriend, vriendin, je echtgenote niet met u is gekomen. Wat zullen wel, kijk om je wezen. Wat zullen zij zeggen? Ah, ik kan delen, dat representa prueba. Vuur vertegenwoordigt beproeving. Pero si vos que drinta de el plan de salvación. Maar als je het plan van verlossing binnen wil gaan. Vos tinku pasa ribeltar di candela aquí. Moet u langs de brandofferaltaar gaan. Kijk nu. Ma pinte, no, ma pinte para humanan. Ik heb het getekend voor u. Para nos tiene un tiki idea awe. Zodat we een beeld bij kunnen krijgen. Que men die epeca door te binku kiko. De zondaar komt met wat? Et de binke lamtje, de verhaal? Het komt met de lam. Después el lamtje dijo, va que lamtje de cana. De lam loopt. Het moet bij de poort komen. El lam te representa Cristo. Lam vertegenwoordigt Jezus. Qua entrega su vida para nos. Die zijn leven van, voor ons heeft overgeleverd. En dat in Galatio 2:20. En dat zegt in Galatië hoofdstuk 2 vers 20. Wanneer Pablo de visa. Zoals Paulus zegt. Mescos cu Cristo awardo ofrece ribeltar aquí nam. Zoals Jezus geofferd is op deze altaar. Como el lamci verdadero y también lo demostré en la cruz aquí. Als het ware lam en ook heeft gedemonstreerd aan het kruis. De forma e amico tambe tinko wordo crucificado. Op die wijze moeten u en ik ook gekruisigd worden. Nos voluntad propio. Onze eigen wil. Nos deseo en carnal. Onze vleeselijke verlangen. Nos pasión en carnal. Onze vleeselijke passies. Ah, nos orgullo. Onze hoogmoed. Alles moet verbrand worden op het altaar. Zoals Jezus zei hier. Tata, no mi voluntad. Vader, niet mijn wil. Sino divo sosode. Maar uw wil geschieden. El abisa, mi no abina mundo pasi, mi mes voluntad. Ik ben niet op aarde gekomen om mijn eigen wil uit te voeren. Sino voluntad di esun comandami. Maar de wil van Hij die mij gestuurd heeft. El abisa, mi comienda ta. Mijn voedsel is Asi volontà di sun comandami. De wil doen van Hij die mij verstuurd que heeft. Che ora nos decidi ave per seguire Cristo. Wanneer wij besluiten om Christus te volgen. E carni e ami tambi tingu muri. De vlees, het ik, moet ook sterven. Boake et e promè meubel ding e cura. Het is de eerste voorwerp in het voorhof. Als je kijkt naar de gordijnenpoort, het is wagenwijd open, zodat iedereen naar binnen kan gaan. Maar u moet langs het brandofferaltaar. Zodat uw leven daar begraven kan worden. Wanneer Paulus de visa, ja, ami no te biba mas. Zoals Paulus zegt, ik leef niet meer. Sino Christus de biba de mi. Maar Christus die in mij leeft. I e biba cum ita biba a war aki. En het leven dat carne, ik nu leef in vlees. Mita biba wopa me di fe dinge judi dios. Leef ik door middel van geloof in het kind van God. Kennis die mami i a entrega su mes fami. Wie mijn lief heeft in zichzelf heeft overgeleverd voor mij. En mes un cosco Christus entrega su vida. Zoals Jezus Christus zijn leven heeft overgeleverd. Moeten u en ik ook hetzelfde doen? No por salva sin entrega. U kunt niet verlost worden zonder enige overgave. Het zegt verder in 1 Corinthiërs. E altar aquí diariamente ofrenda of animal antava de waru sacrifica. Dagelijks werden de dieren opgeofferd. Pablo de visa amit amuri diariamente. Daarom zegt Paulus: ik sterf dagelijks. Dus wat hoop je in absoluut Christus? Heel veel mensen hebben Christus aanvaard. Na sali kom in sakana. Ze begonnen te wandelen. Pero después nang abandona Cristo toch. En ze hebben alsnog Jezus verlaten. Y dan te hang around dinge cura. En ze blijven rondlopen in het voorhof. Engaño di mas grande. Dat is de grootste bedrog die er is. Esta manera moneda perdico es usa conde. Het lijkt alsof de van de gelijkenis van de verloren munt. Una menta va da perdi. Waar was de munt? Na onda. Waar was dinge het? Kas. In het huis. Den santuario. In het heiligdom. We zien ons tinko bij back reverse. Daarom moeten we teruggaan achterwaarts. Van back naar altaar. Laten we teruggaan naar het altaar. Zo waakte we ze atrove Lazaro. Kijk wat het zegt, Lazarus. E malesa aki nota pa morto. Dit diende niet voor de dood. E ave malesa di pika aki. En de ziekte van de zonde.
is niet voor de dood als u Jezus Christus aanvaardt. Nu u uw leven hebt overgeleverd aan het altaar. Symbolicamente nos mira el altar o aqui per dencelo Cristo te. Symbolisch in het altaar, maar in de hemel is Jezus aanwezig. Anto ora boki maribeltar e carni e pica. Wanneer je verbrandt, wanneer de zonde verbrandt op het altaar. E ora e Dio sa vor por manifestar su gloria de amico vosubia. Dan kan God zijn glorie manifesteren in ons leven. Dus we wonen zo zie ik aan hoor. Nu gaan we verder wandelen. Met de keer een stoere kap te gaan, stingen we muren in. Christus, ik denk dat we alle hebben begrepen dat we alle moeten sterven zoals Jezus. Pa unico forma pa dune Dios gloria. Dat is de enige vorm dat we God heerlijkheid kunnen geven. Ora che carattere malo che da manifestano sono pa dune Dios gloria. Wanneer onze slechte karakter manifesteert, kunnen we God geen niet verheerlijken. Per se Pablo bisse cu e frutta di spirito ti importante. Daarom zei Paulus dat de vrucht van de Heilige Geest belangrijk is. Wanneer je Christus aanvaardt. Botinku haya o e carattere di Jesus dimbo. Moet je de karakter van Christus in u krijgen. No mas obra di carne. Geen werken meer van het vlees. Sino il carattere di Cristo. Maar de karakter van Christus. Dus o e lam che o. Dus het lam. E tingu sigi bai na onda o. Waar moet het lam nu verder gaan? Na e. Naar. Lava mano. Naar het wasvat. De Revelation 4. En Openbaring hoofdstuk 14 vers 4. Kike santo nandasi. Wat doen de heiligen? En het zegt. Nanta sigikon. Wat doen ze? Unda kuebai. Ze volgen het lam waar hij ook heen gaat. Kame wa elam chita ne altar. Lam is bij het altaar. Hij heeft zijn leven overgeleverd zodat wij kunnen leven. U en ik moeten bij het altaar komen. En wanneer we ons leven overleveren, kunnen anderen ook leven krijgen door middel van ons. Ziet u het? Christus is niet daar gebleven. Waar ging Christus nog meer verder? Naar het wasvat. Wat in de wisabuawe, Steven Basawak ma. Sommige mensen zeggen, zie van kijk, ik was al heel jong gedoopt, als klein kind. Dus het is niet meer nodig. Anderen zeggen, ik ben in een andere kerkgenootschap gedoopt. Dus mi non mister mas. Dus het hoeft niet meer. Nou, je moet pregunta, quanto porta il santuario di? Quanto porta il santuario di? Hoeveel deur heeft het heiligdom? Quante ding? Hoeveel heeft het? Un porto, non vera? Eén deur of niet? Bopora bule cura? Kan je over de deur gaan? Non vera, bon porto. Het kan toch niet? Dus voordat die un porto di cura. Als er maar één deur is bij het voorhof. Hechos nan quatages dos. Handelingen. Que de visenos. Wat zegt het ons daar? Hechos nan quatages dos de visen lo siguiente. Handelingen hoofdstuk 4 vers 12 zegt ons het volgende. Ik wil het letterlijk. Ik wil het letterlijk zeggen. Er is een not in salvation de ningún otro. Pas sombra not in baldi cielo ningún otro number. Ka wordo do nana hende pa medio di qual nos meste wordo salva. Wat we zijn per Steven, door de professor Christus. Maar je kunt zeggen, iedereen beleidt Christus. Door de papier Jezus. Iedereen heeft het over Christus. Jezus door geminda. Jezus is overal. Oké, dus amite kere cum adriente porta correcto. Dus ik denk dat ik de juiste deur binnen ben gegaan. Efesios 4:4. Efesios hoofdstuk 4 vers 4 zegt ons het volgende. Un cuerpo. Er is maar één lichaam. Un spirito. Eén geest. Mescos tambe a wordo dun ayam, no divisa. Oké, mescos tambe a wordo llamado en un speranza di vosa llamada un señor, que comas? Un fe, un quanto? Un quanto? Hoeveel un doop? Bautismo. Eén doop. Que me guarda. Que me andi no porti mas un bautismo. Dus er kan niet meer dan één doop zijn. Que me e bautismo verdadero. Dus de waarlijke doop. Messe de acuerdo di e fe verdadero. Moet in overeenstemming zijn met de waarlijke geloof. Tur otro bautismo. Alle andere doop. Con nota di acquero che fe. Is, als die niet in overeenstemming is met het geloof. Nota di acquero curva. Ook niet in overeenstemming is met het lichaam. Nota di acquero speranza. Ook niet overeenstemming met het hoop. Wacht, dat duel mi bisave. Het spijt me om het te zeggen. Che non da conta.
Dat het niet telt. Dat u het opnieuw moet doen. Want deze geloof. De fe de Jesus. Is het geloof van Jezus. De Jesus te caminda. Jezus is de weg. U kunt niet bij de Vader komen alleen maar door middel van Hem. Dus ela drente porti, wat dan met Hij is de poort binnen gaan, dus u moet dat ook doen. Hoeveel geloof, hoeveel doop is er? Er is maar één doop. Steven de pornade, maar bodhisattva dus Steven, het is voor niks dat ik aan de andere kant ben gedoopt. De Bijbel, wie de Bijbel zegt het. Ik heb het niet gezegd. Alle andere doop telt niet. Het lijkt of. De duivel heeft gezegd, de mensen zijn wijs geworden. Na komen ze lezen de Bijbel. Ze beginnen de Bijbel te lezen. Na mieren kun je bautisme naar baby in de paraski bij een. Ze hebben gezien dat de doop van een kind niet in de Bijbel staat. En die wel bang bautisana met een koske bautisme die gewoon. Laten we gaan dopen zoals de doop van Johannes. Na grandi. Gewoon als volwassenen. Pero na non tiene fe verdadero. Maar ze hebben niet de waarlijke geloof. En vano. Het is nutteloos. Wakkel. Kijk nu. We hebben nu gezien wat doop vertegenwoordigt. Morto die ami. De dood van de ik. Morto papica. De dood van de zonde. Lante di novo ook vida in Christus. Opnieuw opstaan met leven met Jezus Christus. Un vida novo. Een nieuw leven. Wak, quanto di nostri deseo di un vida novo. Hoeveel van ons verlangt naar een nieuw leven? Zo hoop je die nos. Heel veel van ons hebben heel veel gedaan in het verleden, niet waar? Of we hebben zojuist iets gedaan wat niet correct is. En Jezus biedt aan, de deur is geopend. Het is nog steeds geopend. Maar we weten niet wanneer het dicht gaat. En Jezus, God zegt, ik geef u leven. Haast u zich om mij te accepteren. We hebben het gelezen in Prediker hoofdstuk 9. Het leven is alsof een vis die in een val wordt genomen. Salomon die bonosa e ora nie dia. Salomon zei, je weet de tijd niet en het uur niet. De dood treft u onverwacht. Daarom zei Paulus, haast u zich. Romeinen hoofdstuk 6 vers 1. Het praat hier over zij die Christus al hebben aanvaard. Maar wij die hem nog moeten aanvaarden. Wij die langs het brandoffertaar zijn gaan en bij de wasvat zijn aangekomen. Het is af boos en ons zaken nos turka wordu batisa den Christus. Jesus a wordu batisa den su morto. Vers 3. Dan weer. Pensei nos a wordo dera avo junto com ne dor de bautismo de é morto pa mescos com Cristo wordo lanta for de é morto na dor e kiko e glória de Deus e de sigue vise nos aqui nanan pa nos tambe por cana de novidade de vida avo ak ok, kijk como vota se cana de novidade de vida se ainda vota vivo. Hoe kan je de nieuwheid van leven wandelen als je nog naar buiten bent? Zelf in de doop legt Paulus uit dat je moet sterven. De zonde moet verbrand worden op het altaar. Tegenwoordig. Zien wij de ernst niet van de zonde. Want wij moeten niet met de lam wandelen en naar het heiligdom gaan. Elke keer als wij zondigen, hoeven wij niet een lam te doden. Wij zien niet het lam lijden voor ons. Het is iets vrij geworden voor ons. Zie, wanneer een man wij de poneer peka. Zoals Ellen White het zegt, we zondigen en bidden, zondigen en bidden. En dit is het is een bidden die een klasse zine, of orationen die klasse zine, is een abomination. Het zegt, zulke gebeden zijn gruwel voor God. Wat? Dat per se, promeku wo jegen elaba mano.
Voordat je bij de wasvat aankomt. E eerst die moord is importante. De dood is belangrijk. Want heel veel mensen. Sommige mensen zeggen die en die is gedoopt, maar die is hetzelfde gebleven. Daarom ga ik de kerk niet binnen. Er is geen verandering. God daarom om geen oneer aan zijn naam te doen. Voordat u daar aankomt wil iets doen in uw hart. Wanneer je getuigenis geeft in het doopwater. Bent u waarlijk opnieuw opgestaan. Want heel velen zijn binnengegaan zonder langs het altaar te gaan. Oké, laat me speed up. Wat is de visie gedaan? Kijk wat het zegt hier. Het is een persoon die ons wordt uniek in de semejanza van zijn morto. Ciertamente ons lo uniek in de semejanza van zijn resurrectie. Sabiendo que con ons gente viel wordt crucificat junto con hem. Para desistir de ons curva de Kiko. De pica. Para ons nota esclavo de pica más. Dat was vers 6 van Romeinen hoofdstuk 6. Correcto, botingani wordt libra di picave. Wilt u bevrijd worden van de zonde? Of mio bisabota kere ku Cristo por libravo di pica? Gelooft u dat Christus u kan bevrijden van de zonde? Et bisabu nessunku ta poderoso. Hij die machtig is. Judas versículo 24. Judas hoofdstuk vers 24. Wat de poneki nou? Zo hoop je net te pensen hoe Jezus een ding poder van libra nam. Velen denken dat Jezus geen kracht heeft of macht heeft om ze te bevrijden. Aworne nessunco te poderoso pa guarda bosso di trompeca e pa hasi bosso para sin culpa den presencia di su gloria con gran alegría. Wat mire? Is het gelezen? Dus Dios wordt gedaan, dan is het poder voor bacana en vida christian. Hij wil ons de macht geven om de christelijke wandel te bewandelen. Hij wil niet dat u een slappe christen zijt. Dan val komen en weer opstaan, dan val komen en weer opstaan. Daarom zegt Paulus, als wij gestorven zijn met Christus. Ziet u het geloof nu? Geloven wij ook dat we met hem zullen leven? Wetende dat Christus is opgestaan uit de doden. Die zal nooit meer sterven. De dood zal niet meer heersen over hem. La mi bulla vai versículo 14. E gana vers 14 van Romeinen hoofdstuk 6. Lo notin dominio ribavoso. Pasombra vosso nota baudi lei ma baudi grazia. Chi cantò? Nos lo peca pasombra nostra baudi lei. E ed visa ma baudi grazia of non mas baudi lei. Sino baudi grazia. Ed visa avu di ningun maniera. Wak. Dios che dona nos dominio riba picavo, God wil dat we heersen over de zonde. Picata si nos cansa. Zonde maakt ons moe. Picata si nos sufri. Zonde laat ons lijden. Picata dona maniera zesta violenta dona depressie. Zonde, zoals violine zei, geeft ons depressie. Het geeft verschillende soorten ziektes. God wil niet dat u dat meemaakt. Johannes hoofdstuk 1 vers 2. Johannes hoofdstuk 1 vers 2. Velen die het zo ontvangen. Poder para vivir ayuno de Dios. Hij geeft het recht om kinderen van God te worden. Als ze dan ook keren in zijn naam. Zelfs zij die in zijn naam geloven. Waar komt Paulus op neer? Kijk hoe Paulus het neer. Pas sombra vosso tu orba absetesi, orba absete wat vivir ayuno de Dios. Je wordt kind van God wanneer je hem aanvaardt. Door de fe in Christus Jezus. Door geloof in Jezus Christus. Pas sombra vosso tu baptizado in Christus. Want u zijt allen gedoopt in e Christus. Ora eva te wordo bistico Christus. Daarom wordt u gekleed met Christus. Tiene que nanke wordo bistico Christus. Wilt iemand gekleed worden met Christus? Misschien wordo bistito. We willen toch gekleed worden? Niet aan me. Ik ook. Dus die kon wachten. Waarom? Alanda. Want als Jezus is weder opgestaan. Antjuri amiku wat aan me volanda. Dan kunnen u en ik ook weer opstaan.
Dat is het geloof. En de duivel zegt, nee, doop hun als baby. Als je een baby ziet. Wat weet de baby? Als je een baby vraagt van accepteert de Christus, de baby blijft je gewoon aankijken. Baba te kan je zien. De baby kwijlt. Weet dat? En slapen zo hard. Je weet het niet. En notintino. Het heeft geen bewustzijn. Dat tieke tieke sutino de wie. Beetje bij beetje komt de bewustzijn. Dat we zei wat, ik nang mi not bele seku wa Lucas 2, 37. Lucas hoofdstuk 2, vers 22 tot met 37. U kunt het thuis lezen. Ah, dat gewoon Jezus waar u dedica aan een baby. Nou, dat was. Jezus is toegewijd als baby zijn. Suma jorna responsabel pe. Zijn ouders waren verantwoordelijk voor hem. Waar kon diavel de gaan in? Kijk hoe de duivel de mensen bedriegt. Ja, dat contento bela butade. De mensen zijn blij met de kaarsen en dergelijke. Pastor de bashindiki awari was ook bes. En de pastor sprenkelt wat water op het hoofd. Na kere ma jogo. En ze denken dat het heel wat is. Per segun Bijbel. Maar volgens de Bijbel. Ik kan geen de conta. Dit telt niet. De forma, in de kamerbiroman, de forma eigenlijk biblicota orenos bij ding awa. De Bijbelse vorm is als we in het water gaan. In land de bek. En weer opstaan. En als die meer erin pantaaien kina. We zien het op het scherm. Dus daar bewak Juan tabe de bautisa bij jullie wisten ons ding Juan 3:23. Johannes hoofdstuk 3 vers 23 hier wordt uitgelegd dat Johannes doopte. Kamine tabe ding hopi awa. Waar vele water waren. Wat Dios quer hacinos limpia de noche. God wil ons reinigen vanavond. Ik limpia nos. Hij wil ons reinigen. Er is op geen enkele wijze andere verlossing. Oké, Dios que perdona nos. God wil ons vergeven. Que más que dona nos su gracia. Hij wil ons zijn genade geven. Perdonado, gracia vencedor. De overwinnende genade. Ik doe nou een futuro, een speranza. Een toekomst en hoop. Seguridad. Zekerheid. Prosperidad. Voortspoed. Felicidad. Geluk. Resurrección. Opstanding. Finalmente kiko vida eterna. Aan het einde eeuwige leven. Waxi, wat keer dingen Jesus awe. Als je gelooft in Jezus. Zeg je dat ik hoe justificabel. Weet je wat hij doet? Hij heiligt u. Pa mí di fe. Door middel van geloof. Ah, ora bautiza. Wanneer u doopt. Door die fe in Christus. Door uw geloof in Christus. Wat wij demonstreren publiekement hoe met de Jezus. Demonstreer no matter what. Publiek in het publiek, ik ga Christus volgen. Door wat er ook al gebeurt. Door het proces de sanctificatie. Hoe gaat het proces binnen van heiligmaking? Je wandelt met Christus, je wandelt met Christus en je blijft groeien en groeien. Te horen je bin. Totdat hij wederkomt. Je horen je bin wat het proces se llama glorificatie. En wanneer wanneer hij wederkomt, ga je het proces van heerlijk maken binnen. Sommige mensen denken dat ze het proces kunnen vertragen, ze blijven wachten. Ik ben nog jong, laat me genieten van mijn leven. Laat me nog wat slechte daden verrichten. Ik ben nog jong, laat me nog 2-3 dingen doen. De tijd zal ons verrassen. God stuurt zijn dienaars om ons te waarschuwen. Om binnen te gaan. Om te bekeren. Maar de komst van Jezus is dichtbij. Ik sla een paar dingen over, want de tijd is kort. Kijk wat het zegt in 1 Petrus, hoofdstuk 1. Wat is er aan mij en kijk met wat Jezus ons gekocht heeft. U heeft dat u niet geen waarde geeft aan zijn sanger precioso, maar een lampje sin defecto. Sin mancha e sanger di Cristo. Et mi sa wa etava de conosci cava foi promedi kiko fundación di mundo. Hij was al bekend vanaf het fundament van de wereld. Commentava dat in grazia pe tempo di Noe dambe. Er was ook genade in de tijd van Noach. Et in grazia ave pa amicu votambe ave noci. Er is genade voor u en ik vanavond. Je pregunta ta ave. En de vraag is vanavond. Of wat a menos precia e ricchezza di suo carino? Veracht u zijn liefelijkheid. Romanen 2, 4 de visa. Romeinen 2, vers 4. De visa e tolleranza e su paciencia. De tolerantie en zijn geduld. Zonder te weten dat zijn liefelijkheid is om ons te leiden naar bekering. Kunt u het zich voorstellen? Si e porca, e porta di arca aqui,
Als de poort van de ark dicht gaat, wat zult u vandaag doen? Wat zult u vandaag doen? U dacht altijd, het is een spel. Zonder te weten dat het einde in uw zicht is. Zonder te weten dat het zicht in mijn zicht is. U denkt nog steeds, ik kan niet serieus nemen. Ze dachten het ook. Totdat de deur van de ark dicht ging. Hij hoorde zijn nicht schreeuwen. Zijn buurman, buurvrouw schreeuwt. Andere mensen die hem willen kennen, die schreeuwen. Maar hoe graag hij het ook wou. Hij had hun ook lief. Hij kon hun niet redden. Maar vandaag kan het wel. Wat gedenkt u vandaag? De Bijbel zegt, gedenk de vrouw van Lot. Zij zei ook, de boodschap is goed, zij begon ook te rennen. Zij rende ook. Ze kwam naar de campagne. Ze was online. Ze zag het online. Op een gegeven moment dacht ze ook om te keren. Ze kwam naar het altaar. Maar was wat dacht ze, is niet belangrijk. Ze bleef daar hangen. Ze kon niet voorbereiden op de komst van Jezus. God maakt geen grap met zijn reddingplan. Toen ze dit hoorden in de tijd van Petrus. Handelingen hoofdstuk 2 vers 37. Ze werden geraakt in hun harten. Hoeveel van ons zijn geraakt in onze harten? Heeft de boodschap u geraakt vandaag? Heeft Christus met u gesproken door middel van de Heilige Geest? Of in banen Spirit de Papi of in ons? Of is het te vergeefs dat de Geest spreekt? Ze hebben Petrus en de apostelen gevraagd. Weet je wat ze hun werd gevraagd? Wat moeten wij vanavond doen? Je kon deze de simpel. En het antwoord is heel simpel. U moet langs wat wasvat. Het is onmisbaar als u naar het heilige wilt en ook naar het heilige der heiligen. Er is geen kortere weg om daarheen te gaan. Wat moeten wij doen? En Petrus beantwoordde. Repenti, pro me, altar, repenti. Bekeer, het is het altaar. E laga cada uno di vostro guardo bautisa, e lava mano. En ieder van u laat zich dopen, dus de wasvat. In het naam van Jezus. In de naam van Christus. Pardon di vostro peccato. Van vergeving van uw zonde. E chi lo vuol ricevere? En wat zult u ontvangen? E don di Spirito Santo. De gave des Heilige Geestes. Quanto di noi che don di Spirito Santo. Hoeveel van ons wil de gave van de Heilige Geest? A uomo non sa chi conosce guarda in noi. Ik weet niet waar we op wachten vanavond. Posso te sigi mi savo. Het zegt verder. A vuol pa chi come ta tarda. Waarom vertraagt u het proces? Edilanta. Sta op. I wordo bautisa. En word gedoopt. I lava kite vo picanan. En reinig uw zonde. Invocando su nome. En verheerlijk zijn naam. Wat jorem in ons zaken is de waarde verlaat. Soms vraag ik me af, waar wachten we op? Kino is de waarde roman. Waar wachten we op? Chi vuole guardare andre invece? Waar wacht u eigenlijk op? Guardando le porte di arca dal sera di invocare. Wacht u dat de deur van de ark weer dicht gaat in uw gezicht. En men zit in hende awe. Dus als er mensen zijn vanavond. Wat is Steven? Wow, maar kan ze waarde. Als er mensen zijn die denken van, ik ben het zat om te wachten. Hoop je tempo met in te wisten Dios want doorat. Ik zeg heel vaak tegen God, wacht even. Zo mi ker saco bide de demi man. Want ik denk dat het leven is in mijn handen. Però ave noci ma comprende che porta di arco va dal sera demi cara. Maar ik heb begrepen dat in mijn aangezicht de deur van de ark dicht kan gaan. Dorbo cuore busca buon notizia iglesia de sera. En wanneer je boodschap die ze gaat zoeken, de kerk is dicht. Wat is het nada? AWN ministry te somewhere in AWN ministry is daar ergens. Tambe de sera. Is ook dicht. Ma mire? Tapese awe wak.
sabato vuole, non è di forma cla cla idea. Laat me het heel helder en duidelijk maken. Sabbat awo tipotism. Aanstaande sabbat is er doopdienst. Per me die femi devi zijn. Door middel van geloof. Però avo de dici dici wat drinken awo si of no. U beslist of u het water ingaat of niet. Quizás wat wakiendo online a venoci. Misschien kijkt u online. I wil ke tu ma toch i bisa te niki mi tambe ke. Maar ik wil ook. Jori wo por skivi dinge comment. Schrijf in de opmerkingen. Aku wo tambe ke. Dat u ook wilt. E finalmente vou por chamar nós, tomar contato com nós. U kunt contact opnemen met ons. Of bin sabat aqui na Lutuli Plein Jesus. Of kom na Lutuli Plein 11 hier in Amsterdam. E nós te preparar curso para o batismo. En we voorbereiden alles voor uw doop. Você seguinte dia. Maar de volgende dag. Imaginabo é sabat aqui na Hechos de Dor. Stel u voor de sabbat in Handelingen hoofdstuk 8. Na iega na um lugar que tem água. Ze kwamen bij een plaats waar water was. E nuco abisa. E era man online abisa. En de broers dus online zeiden. Esnan sinta aqui na abisa. En zij die hier waren zeiden. Waar Jesus tem de qual Jesus te sinti é bom. Tantinge preistindo comienza canta suavemente e cantica. Naarmate de preistin begint te zingen. Botami lo che pisa ata agua aki. Kiko ta strobami di bautisa. U wilt ook zeggen, hier is het water, wat verhindert mij om te dopen? Wak salvation awardo si kaba pabo. De verlossing is al voor u gedaan. Ta ami e abo tingo absete. U en ik moeten het accepteren. Jesus di wak, mi ke wak. Gozo tiende in cielo. Jezus zei, er is vreugde in de hemel. Si vuoi repenti. Als je bekeert. Cava bij in bautismo. Ga naar de doop. No bulla bij bautismo si ripeti. Ga niet naar de doop zonder dat u berouw toont. Adore in cielo ten gozo de bo. Daar is er vreugde in de hemel. We zullen op passen in altaar. Dus wanneer u langs het brandoffer gaat. Curva. En de brand uw lichaam treft. Core busca agua pura. Haast u zich om het water op te zoeken. Nuestra salvación de nos di land. Want verlossing is in ons zicht. Quanto besa venuci ba contra con Jesus. Hoeveel malen hebt u van Jezus gehoord? Quanto besa contra con Jesus Cristo. Mi chiamo volando para venuci. Ik kan de honden kunnen ons alweer nooit. Ik wil dat u opstaat en met ons zingt vanavond. Laat Jezus de stem lang alweer nooit. Laat Jezus de stemmen horen vanavond. Christus te stimabu, ik je salvabu. Het is alweer te pesei. Het zegt ons daarom. Pesei, non inga subosawe. Pena da drenta vo vida. Nota por nada pena da drenta vo vida. Da Señor te llama nosa. Da Señor te llama nosa vida. E te visavo tempo ta acabando. Tempo ta acabando e Cristo ta llama. Passa vai diz aqui mundo tá sem esperança quizás a venuti porta volasse amada quizás a ve portavo la sua amada que sempre me sabe no ninga su voz ave da pensei no ninga su voz ave. Tempo tá acabando e Cristo te ama. Tempo tá acabando e Cristo te ama. O mundo aqui tá morrendo sem nenhuma esperança. Mundo tá morrendo sem nenhuma esperança. Quizás a porta volasse amada. Quizás
quizás a ver borda por la suya amada. Capesei, no ninga su voz. Capesei, no ninga su voz a ver. Esto va, esto suave, tiro manan a ver con tu visa. Señor, ma contra venoche con Jesús. Zijn er mensen die vandaag zeggen, ik ben Jezus Christus tegengekomen? Su voz a llamami. Zijn stem heeft mij geroepen. Y ave mi que era si caso die voz aquí. En ik wil er een zaak van maken. Mi no que ninga su voz más. Ik wil zijn stem niet verder negeren. Te pese, Cristo Jesús te llamabo ave. Daarom roept Jezus Christus u vandaag. En ik wil een speciaal gebed voor u uitspreken. Is onze zuster Anna aanwezig? Ah, oké. Miroma Argenis. Anterior in onze bij een oration. Tiromanko de desejad wisse Señor, judami. Zijn er broers en zussen die hier zeggen, Heer, help mij. Oké, bin die land die awe. Kom naar voren. Dan wordt er voor u gebeden. Onze broeder Argenis gaat speciaal voor u bidden. Als u in het verleden al uw leven heeft overgegeven. Maar u bent afgeweken van Jezus. Dit is uw kans. God roept ons vanavond. Ik heb op een hele jonge leeftijd mijn leven overgegeven aan Christus. En ik heb er geen spijt van. Ik voel me heerlijk in Jezus Christus. Want wanneer beproevingen komen, ik weet waar ik naartoe moet gaan. Ik weet aan welke bel ik moet trekken. Het leven is niet makkelijk voor geen van ons. Beproevingen komen ons op onze pad. Christenen of geen christenen. Maar als je Christus hebt, heb je hoop. Zijn er meer broers en zussen die willen zeggen, ik wil mijn leven overgeven aan Christus. Wij zijn stem niet af vandaag. Laten wij bidden. Tata Celestial. Hemelse Vader. Nosso gratidão boa noite, wij danken u vanavond. Cada aqui na sana e salvo. Dat u heeft toegestaan dat we hier veilig en wel zijn aangekomen. E tava voluntato, Dios. Het was uw wil. Bo proposito. Uw doel. Conosco, tata presente aqui dentro. Dat we hier aanwezig konden zijn. Bo palavra guardo abri. Uw woord is geopend. Cada Senhor, no por bisa conosco, no escucha, geen een van ons kan zeggen, we hebben uw stem niet gehoord. E bo palavra tabisa, oh Dios. Uw woord zegt. Mientras no escucha, bobos, naarmate wij uw stem horen. Nos no tem quase nosso coração duro. Moeten we onze hart niet verharden? Tata ainda tem persona na anku no tome decisão. Er zijn nog mensen die hun beslissing niet hebben genomen. Ainda tem persona na anku ta sinta de un lucha. Er zijn nog mensen die zitten in een strijd. Ainda tem persona na de vaia de decisão. Er zijn nog mensen die in het vallei van beslissing zitten. Diferente stem ta papi ku nang. Verschillende stemmen spreken tot hun. Pero laga pa bobos o Dios. Laat dat uw stem, o Heer. Nang por escucha we noche. Dat ze daarna zullen luisteren. Laga pa bobos o Dios. Laat dat zijn naar uw stem. Es un suave ku ta bisa. Kalm en zegt, kom. Senhor, Heer, pedido, wij vragen u, cada com a decisão, elk die de beslissing heeft genomen, valente e com courage aqui, met durf en moedig, com nanga dale stap den fe, dat ze de geloofstap hebben genomen, sin sa com lobai para com nang, zonder te weten wat er zal geschieden, simple hecho na dale un stap den fe ao noche, maar ze hebben vandaag een stap in het geloof genomen, staat toe, Heer, dat dit verzegeld mag zijn. Staat toe dat uw Heilige Geest hun zal helpen in deze proces. Want ze zijn niet alleen. Uw woord zegt. Elke zondaar die is bekeerd. Er is vreugde en feest in de hemel. Liefdevolle Vader. Online.
Er zijn mensen online. Die staan na kas. Er zijn zij die thuis zijn. Die wensen ook een stap te nemen. Permitio Dios. Sta toe, o Heer. Dat u kan helpen in dit proces. En dat ze ook zeggen dat ze de doopwater in willen gaan. Conviction den nos corazón. Met overtuiging in onze harten. Dat we luisteren naar de stem van God. Nos no quepe porta dal sera. We willen niet dat de deur in ons aangezicht dicht gaat. Pero nos por dal stap ave de fe. Maar dat we de stap in geloof kunnen nemen. Y drente arca y wordo salvado. De ark binnen kunnen gaan en verlost zullen worden. Tata di amor. Liefdevolle vader. In persona nang den lucha nel momento na aki. Er zijn mensen die in strijd zijn op dit moment. In persona nang cu problema nang mental. Met mentale problemen. In persona nang cu ta lucha cu depressi. Zijn mensen die strijden met depressie. In problema nang de persona cu ta lucha cu problema nang di salud. Sommigen hebben gezondheidsproblemen. Y espiritual, oh Dios. En ook geestelijk. Permití cu den nang corazón. Staat toe dat in hun harten. Awe nang por año un paz di Cristo Jesús. Dat ze vrede kunnen ervaren van Jezus Christus. Permití, oh Dios, cu awe nang por experiencia un liberación den nombre di Cristo Jesús. Staat toe dat ze bevrijding kunnen ervaren in de naam van Jezus Christus. Y para Jesús Cristo por declarar cada un de criatura naqui liber. En dat Jezus Christus deze schepselen bevrijd mag verklaren. Dank je, Pabo Amor. Dank u wel voor uw liefde. Dank je voor het lamtje, Señor. Dank u wel voor het lam. El único y verdadero lamtje, Señor. Enige waarlijke lam. El único que puede purificarnos y limpiarnos de nuestra injusticia. Enige die ons kan reinigen van onze ongerechtigheden. Dank je, Pamanda Boyo, Dios. Dank u wel dat u de zoon heeft gezonden. Dank je per santuario. Dank u wel voor het heiligdom. Y dank je que aún la puerta está abierta. Dank u wel dat de deur nog steeds open is. Y oportunidad para salvación. Dat er nog steeds kans is voor redding. Está con nosotros, Dios. Wees met ons, God. Queda con nosotros, Señor. Blijf met ons, God. Laat uw paso siga arriba nos. Laat uw vrede rust op ons. Y decisionan con wordo tu ma aboseana. En dat de beslissingen die genomen zijn, dat u ze zal verzegelen. Se obra aba comience. U bent het werk begonnen. Y abo mes lo termine. En u zal het zelf ook eindigen. Dan nos rogamento ve noche. Dat is onze smeekbede. Sin merecer net nada. Zonder dat wij iets verdienen. Ma de merito nan Jesu Cristo. Maar in de verdienste van Jezus Christus. Se den su nombre nos te pidi. In zijn naam vragen wij. In de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Quanto vez va contra Jesu Cristo? Hoe vaak bent u Jezus Christus tegengekomen? No mira su voz a ver. Amen. Amen. Romana, senti Espírito. Broeders en zusters, hebben jullie de Heilige Geest gezien, gevoeld? Jesus estava conosco hoje. Jezus was met ons vandaag. Persona não quanto uma decisione. Voor de personen die een beslissing hebben genomen. Mi propria bossandi experiencia proprio. En ik kan het uit eigen ervaring zeggen. Non ti nada mas duci cu taco Cristo. Er is niks meer beter dan bij Christus te zijn. Avenoci mi un annuncio pa Iglesia Bonotizia. En op deze avond heb ik een mededeling voor de gemeente Bonotizia. Mañana lo guardo recauda un ofrenda especial. Dus morgen zal er een speciale offer zijn. Esa que tengo una ofrenda para la nos visa sali y bei busca es un iPhone también con ipa ding. Dus dat is de offer om naar buiten te gaan om die verloren zijn naar binnen te brengen. Dus un ofrenda pa ayuda es nan de necesidad. Dus een offer om de personen die in nood verkeren te helpen. Dus preparabo patrimoni pa mañana, Joske. Dus bereid je portemonnee voor vanmorgen. Otroncos, AWN Ministry, AWE. En nog iets, AWN Ministry is vandaag. Tiuntiki sopi pa burumana. We hebben soep meegenomen voor broeders en zusters. Voor me kuwa wai kas. Dus voordat je naar huis gaat. Pasa tuma bo sopi pro plant-based. Kan je dus je plant-based soep krijgen. Dank je voor de presentie. We bedanken jullie van harte voor jullie aanwezigheid. E persona non quanto un decision di bautismo. Voor degenen die de beslissing hebben genomen om zich te laten dopen. Por favor, por paso seca nos mamo Argenis. Die kunnen langs bij onze broeder Argenis. En namen doen een nummer, bofam en bo nummer telefoon. En daar kan je dus je naam, je telefoonnummer doorgeven. Pesnanku tawak nos di en vivo in directo. En voor degenen die dus online meekijken.
Batuma bo decisión. Als je ook een beslissing hebt genomen. Y bo nos acompa bo llegan a nos. En je weet niet hoe je ons kan bereiken. 0612. Dus 0612. 87 87 17 17 18. Zeg het een nummer die telefoon die AWN Ministry. Dus dat is het telefoonnummer van AWN Ministries. Dus we zitten maar contact met ons. Dus zo kan je dus contact met ons opnemen. Nos lo hace posible para bobar de agua en ambos dismal riba sabat. En we zullen het mogelijk maken zodat je dan op de sabbat kan dopen. Pas un feliz noche. Een fijne avond voor iedereen. Y me temiere romana mañana con Dios que. En ik zie jullie broeders en zusters morgen. Para nos die seis noche, toch? Voor onze zesde avond, toch? Amen, gloria a Dios. Amen, prijs de Heer.